ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 3 april en ik ben fulltime juf van groep 6. En ik ga jullie weer meenemen in mijn week. Ik heb er weer helemaal zin om te filmen. Ik heb gisteren op mijn Instagram story een sticker geplaatst. Of zo'n vragensticker. Of jullie vragen hebben over mijn werk als juf. En ik heb echt super veel reacties gekregen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Dus ik ga binnenkort een Q&A opnemen. Dus als je nog vragen hebt, stuur me een DM of laat het hieronder weten. En ik heb net mijn outfit gefilmd. Ik moet zo nog even bord in orde maken. Nog heel even kijken of nu alles klaar ligt. En dan gaan we beginnen aan een nieuwe week. Oh, en ik heb een nieuwe waterfles. Van de Action. 1 liter. Dus ik ben benieuwd of dit helpt om te gaan drinken. Jullie hebben het niet gemaakt. Ja. Ik heb hem toch maar even. Kijk, deze is origineel. Gewoon de 1 weggehaald. Jullie hebben het huiswerk goed gedaan. Maar wie was er in mijn 1 april grap getrapt? Wie was er aan begonnen aan de zoek te verschillen? Wat zijn jullie lekker aan het werk? Zet ik even een lekker muziekje aan. En we gaan er woensdag gaan we er ook nog aan werken hoor. Heel mooi. Oké, het is inmiddels bijna 3:30. De kinderen zijn weg. En ik heb dus al 1 fles helemaal leeg. En deze moet ik nog wel even drinken van mezelf. En dan heb ik 2 liter water op. En ik ga nu mijn lessen voorbereiden voor morgen. Ze hebben nog even aan de tekening gewerkt van de paashaas. Niet echt een originele opdracht, maar wel super leuk. Ik moet nog even mijn spelling dicteren. Nee, ik ga eerst even voorbereiden. Dat ga ik doen. En eerst even voorbereiden. Good morning, het is vandaag dinsdag. Ik heb helemaal zin in vandaag. Ik weet niet waarom. Ik ben gewoon heel erg uitgerust de laatste tijd. En dat is gewoon super fijn, want dat merk ik ook op werk. En ik heb gisteren is niet helemaal gelukt om deze fles leeg te drinken voor de 2e keer. Maar ik heb thuis wel nog gedronken. Dus ik ga hem zo weer helemaal vullen. En dan gaan we kijken of het vandaag wel op school gaat lukken. Even kijken. Verder. Moet ik zo eventjes nog wat dingetjes klaarzetten. De toetsen zijn nagekeken die we de afgelopen dagen hebben gedaan. Ze doen het echt mega goed. Dus daar ben ik ook super blij mee. En gewoon helemaal prima. Ik heb mijn haar net gewassen. Dat vind ik altijd heel fijn. Dus ik ga nu eventjes de rest klaarzetten. Ja, wat zou dat kunnen zijn voor een schilderij? Het schilderij heet Sterrennacht en het geeft de gevoelens weer van Vincent van Gogh. Dat is de schilder van dit schilderij, heel goed. En hij verlangde ernaar om ook wel eens wat lichtpuntjes te zien in zijn leven. Dus dat heeft hij geschilderd. Die witte vlakken, dat zijn lichtpuntjes. Want donkere nachten had hij genoeg gezien. Zo werd hij verliefd op een meisje dat al verloofd was. Door liefdesverdriet werd hij somber dat hij zijn baan kwijtraakte. Zijn volgende vrienden zaten liever op de bank met een glas wijn en dat hielp ook niet echt. Dus in dat schilderij laat hij eigenlijk zien dat hij heel somber is en hij zoekt lichtpuntjes. Oké, ik heb nog een paasverhaal stukje. En donderdag gaan we het einde lezen. Toen het morgen werd, brachten de priesters Jezus bij Pilatus. Excellentie, zeiden ze. Deze man is gevaarlijk. Hij noemt zich koning van de Joden. Daar moet u iets aan doen. Oké, luister goed. Wie weet ook alweer wanneer is het Pasen? Ja, zondag eerste paasdag, maandag tweede paasdag. En we hebben eigenlijk nog helemaal geen muziekles daarbij gedaan. Dus ik heb eerst een liedje. Ik ga het eventjes laten zien. En we hebben straks 3 manden. 1 aan die kant, 1 aan die kant, 1 aan die kant. We gaan eerst oefenen met onze stem. Daarna met ons lichaam. En dan straks ook met instrumenten. Dus dat is superleuk. Maar eerst gaan we het even met onze stem oefenen. Wat belangrijk is, je ziet 3 paasmanden.
elke keer wanneer er een eitje in jouw mand komt, zeg je tok. Als een echte kip. Maar... tok. Tok. Harder. Die hebben namelijk een zware tok. Dus dit is tok. De middelste rij heeft gewoon een normale tok. Tok. En deze rij heeft een hoge tok. 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 Als je dus een tok ziet, dan sla je op de trommel. Ja. De middelste, dat zijn de kruisjes. Jullie slaan op het blokje. Dat blokje doe je in één hand. En dan sla je erop met het stokje. Jullie zijn de schutinstrumenten. Dus als je die hoort, doe je hem of één keer in je hand of één keer in de lucht. Ik wijs hem even aan. Even kijken of jullie hem snappen. Ze zijn naar de gym toe. De kinderen zijn naar de gym. Dus ik heb dan altijd nog heel even tijd voor mezelf. Om dingen in de klas te doen bijvoorbeeld. Of alvast te werken voor morgen. We hebben muziekles gedaan voor Pasen. Die was wel leuk. Hij stond op 1, 2, 3 zing. En dat was echt best wel makkelijk gewoon te doen. Dus dat was prima. En ik ga nu even mijn dingen voorbereiden. En we gaan donderdag op Pasen doen in de klas. Dus misschien wil ik dat ook even voorbereiden. Good morning. Het is vandaag woensdag 5 april. En ik heb weer mega goed geslapen. Dus dat is echt zo fijn. Ik ben de laatste tijd echt mega fit. Misschien komt het ook door het sporten. We gaan straks huiswerk bespreken in de klas. Zet ik gelijk even op. Dat is goed dat ik het zeg. En als het goed is, komt er zo een lammetje in de klas. Iemand uit mijn klas die heeft dus een klein lammetje. En volgens mij komt hij zo in de klas. Ik vind dat dus echt mega leuk. Ik hoop dat de rest het ook leuk vindt. En ik trek het weg. Dus die komt straks in de klas. We gaan vandaag ook de paastekeningen afmaken. Want dan is dat gewoon helemaal klaar. Dus dat is ook leuk. En dan hebben we morgen nog een dagje. En dan hebben we eigenlijk een heel lang weekend. Dus dat is ook super fijn. En we gaan morgen een paascircuit doen. Daar moet ik nog wel even wat dingetjes voor printen. Maar dat komt wel goed. Even kijken. Zo. Oké, ze zijn nu... Ja, die roze is leuk toch? Die kan je erbij doen. Kijk, de eerste zijn nu af. Heel leuk zijn ze geworden. En we gaan ze nu in de klas ophangen. Het is al 2 uur later. De kinderen zijn echt al 2 uur weg. En de paashaasjes zijn af. Ze hangen er nog niet allemaal. Maar kijk. Dit is toch leuk. Echt heel leuk vind ik ze geworden. Oh, ik ben net de trap opgelopen. Ik heb een paas escape room gemaakt. Want morgen gaan we met andere groepen dat doen. Ik ben zo lang bezig geweest. Poh, maar het is eindelijk af. Ze moeten dus een soort van eieren door de school gaan zoeken. En achter elk ei zit dan een opdracht die ze dan moeten gaan maken. Dus ik hoop dat ze het leuk vinden. Good morning, het is vandaag donderdag en is mijn laatste werkdag van de week. Want morgen zijn we vrij door Goede Vrijdag. En vandaag hebben we Pasen in de klas. We hebben in de ochtend gewoon normaal en daarna hebben we Pasen in de klas. En ik had al gisteren even laten zien dat we een spel hebben. En ik dacht misschien is het toch wel leuk om uit te leggen. Misschien voor ook voor volgend jaar, voor mensen die het willen spelen. Oké, dit zijn, ze krijgen allemaal in groepjes van 3 dipblad. En deze paaseieren moeten ze door de school gaan zoeken. Oké. Nou, dus ze hebben dit blad en ze zien bijvoorbeeld het eerste paasei hangen. Dat is deze. Deze heeft de letter S. Die S die moeten ze ook ergens opschrijven, zodat ze dat kunnen onthouden dat ze die hebben gehad.
En dan moeten ze de opdracht aan de achterkant eruit halen. Nou, dit is bijvoorbeeld opdracht 10. En dit is dan zo'n... Ik kom even niet op de naam, maar dat ze... Komt hier een zin uit. Nou, dan hebben ze die opdracht gedaan. Dan gaan ze naar de volgende opdracht. Nou, dan vinden ze bijvoorbeeld deze. Hier zit de letter P in. Nou, en zo gaat dat dus eigenlijk verder. Totdat ze alle eieren hebben gevonden. En alle letters. En die letters vormen dan samen een woord. Nog drie moet hij er. Je gaat de hele tijd de doet hij jeugd. Ja, ik verplaats ze en dat klopt. Oké, gaan we zoeken, ja? Dus jullie moeten nog de rode. Deze en deze. Deze. Hebben jullie ook al in het lokaal van groep 5 gekeken? Ja, we hebben al. Ja, wel een beetje. Okay. Oh ja, daar ligt er nog één, maar toen waren, moesten we wachten. Ja, daar ligt er nog één. Oké, hier, neem maar mee. Ja. Kom, jongens, kom. Good morning. Het is vandaag vrijdag. Goede vrijdag. Dus ik ben vandaag een dagje vrij. En ik heb dus lekker lang paasweekend. Want ik ben tot en met maandag vrij. En ik heb vandaag al gesport. Dus ik ben helemaal goed bezig. En ik ga nu naar de stad. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En dan gaan we ook naar de Bayou Sale. Dus helemaal zin in. Ik heb voor het eerst mijn witte leren jasje aan met een grijze broek. En mijn witte schoenen. En ik ga dus nu onderweg. Oké, wij zitten in de auto. We zijn net bij, ja, hoe noem je het? Een bayou? Ja, geen private sale of zo. Ja. En we hebben allebei 2 bikinis gekocht. Oh, wacht, even vaststaan. Mm-hmm. We hebben allebei 2 bikinis gekocht. Het was eigenlijk heel rustig. Alleen het passen duurde echt mega lang. Ja, wel echt te lang. Maar we hebben er 2. Ik ga ze even bij daarbij pakken. Ik dacht, dit duurt nog heel lang. Heel even wachten. Eventjes wachten. En nu gaan we nog eventjes de stad in. Ik ga misschien een nieuwe zonnebril kopen. Oh, welke dan? Moet nog even kijken. Leuk. Want ik ben een beetje klaar met mijn Celine. Ja, ik ben er een beetje klaar mee. Hoezo? Oké, steeds voor mij of steeds voor jou? Ja, anders krijg ik copyright. Oké, ik heb... deze met het topje en het broekje hiervan. Deze. En een zwarte velvet. Deze. Met eigenlijk hetzelfde topje. Het topje van die ander is een klein beetje te klein. Maar ja, we konden hem niet laten liggen. Dus we hebben hem. Yes. 2. Oké, ik ben weer thuis van Den Haag. We hebben echt zo lang in de stad gelopen, niet normaal. En ik heb dus mijn nieuwe bikinis nog even gepast. Ze zitten helemaal goed. Dus dat is top. En ik had ook nog even wat andere dingen gekocht. Ook even bij de Primark. Ik heb dus altijd zo'n hoed. En vorig jaar was ik kapot gegaan. En ze hadden ook echt best wel leuke slippertjes. Dus die heb ik ook gekocht. Dus daar ben ik echt super blij mee. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net even mijn huis opgeruimd. En even schoongemaakt. En ik heb dus echt een tip voor jullie. Ik moet even dat ding uitzetten. Want het is een beetje heet in mijn huis. Misschien kennen jullie wel wasparfum. Dat is wat je bijvoorbeeld bij je was kan doen. En dan ruikt het heel erg lekker. Wat je ook kan doen. Is een beetje wasparfum in zo'n spuitdingetje. Een beetje water erbij. En dan bijvoorbeeld op je bank sprayen. Of iets anders. En dan ruikt het dus echt mega lekker. Ik ga er nog een heel klein beetje wasparfum in doen. En doe je een beetje warm water, dat het er goed in opneemt. En ik had dit als tip gekregen. Zo. En dan ruikt echt alles heel lekker. Dus echt een aanrader. Het is vandaag super lekker weer, dus daar ben ik ook heel blij mee. Ik ga zo even naar de stad. Weer. Toch niks beters te doen. En vanavond gaan we lekker gezellig eten. Met de fam. Dus dat is ook leuk. En dan schud je hem even. Dat was heel gezellig. En dan spray je dat zo erop. Of op je kleed. Is ook echt mega lekker. Zo. Nou, dus dat gaan we vandaag doen.